Waalbrug blijft dinsdagavond en nacht toch open. Het asfalt zou worden gerepareerd, maar dat kan niet doorgaan omdat het gaat vriezen, aldus de gemeente. Woensdag, donderdag en vrijdag gaan de werkzaamheden wel door. Rijkswaterstaat laat dan metingen doen voor de renovatie van de 80 jaar oude brug. De brug is tussen 9 uur 's avonds en 6 uur 's morgens dan dicht. Zaterdag blijft de brug tot 8 uur 's morgens gesloten. Fietsers, voetgangers en lijnbussen kunnen wel gebruik blijven maken van de brug. Het overige verkeer wordt omgeleid via de oversteek.